Aardige vindingen van vindingrijke Nederlanders waren te zien op de tweewieler tentoonstelling die dit jaar weer zijn tenten had opgeslagen in de Rai in Amsterdam. Aansluitend bij de stijgende liefhebberij voor het derde wiel is er nu ook een zijspan vouwkerven. In een paar minuten is het telescopische buizensysteem uitgeschoven en vastgezet. Voor zo'n 4.500 gulden heb je vakantieonderdak met gootsteen en gasstel in de praktische wermkeuken en slaapruimte voor twee. Dit is de 70-jarige ingenieur Ruys, de vasthoudende uitvinder van de hefboomfiets, die zonder ketting, maar met een vernuftige tandheugeloverbrenging 35% krachtbesparing schijnt te geven. Een revolutionair, maar doordacht ontwerp waar de industrie nog niet aan wil. Die vindt het blijkbaar net zo knotsgek als de eigen bouwsels van de jongelui die vlak daarnaast hun kunsten vertoonden. Een slim idee, maar wel wat onrustig, is de op- en neerfiets die geen trappers, maar het lichaamsgewicht als aandrijving gebruikt. Sinds de eerste lichte motorfietsen van 3/4 eeuw geleden is er heel wat veranderd. Nieuw in ons verkeersbeeld is de snorfietser, die zich zonder helm door een benzinemotor mag laten voortbewegen. Als langzaam uitgevallen broertje van de bromfiets mag de snorfiets niet harder dan 20 kilometer. Maar dat is nog altijd vlugger dan een gewone trapfiets en zonder inspanning.